deze nieuwe video gaan posten daar. Het is weer fietsen. Dus dat gaan we doen zijn. Hoe de vorige keer ook geweest zijn met Enzo, zijn we nu terug om te fietsen. Het is hier wel mooi. Dankjes. Er is veel wind vandaag. Dus je kunt eigenlijk alle kanten uit. Ik ga straks langs. Nee, is dat stief? Zijn hij die boven ons? Namelijk. Kijk, de natuur. Mooie natuur, ik weet eigenlijk niet. Vorige keer kon je dat niet op, maar ik ga eens kijken of ik daar kan parkeren. Om daar dan gewoon op te gaan. Dat is wat we zien. Zeer mooi, ik heb hier liggen de sporen van de trein. Dus, en hier hebben we zo'n heel steetje waar we kunnen fietsen. En daar heb je zo, denk ik, het station. Denk ik, het eindstation. Het is hier wel mooi eigenlijk. Kijk, ik denk dat je hier wel op kunt. Ik kan even proberen, ik kan mijn fiets hier aan de kant zetten. Dan komen we terug naar hier. Niet dat we heel ver gaan wandelen of zo. Niet tussen. Hier gaat er niet om tussen te geraken. Het is zo overweld zo. Natuurgebied. Zo, dat is hier zo. Kijk. Dat zijn alle treinen. Hier zijn nog fietsen dus. Zonder ook aan de laatste zijn wij. Even hier. Kan je ze door? Kijk, allemaal die bloemetjes. Zo mooie bloemetjes allemaal. Prachtig. Er lopen nog mensen rond, dus. Vogeltjes zitten hier ook. Heel mooi. Kijk jongens. Het uitzicht van de natuur, de wolken. Hier heb je zo allemaal huizen staan en zo. Dat is echt prachtig. Ik weet eerst niet waar we op uitkomen, totaal. Ik heb het nog nooit gedaan, dus het is de eerste keer dat ik hier kom. Dus ik zal het wel zien. Uiteindelijk zien we het wel. Het is wel weer vol, dus mannetjes. Wat zal hier zijn? Hier heb je zo water.
Het is niet zo'n proper water, maar dat water komt van Ginter. Hier dus. Kijk. Daar lopen ook nog mensen rond. Ik ben niet alleen die rondloopt. Het is ook al hoog, zoals je ziet. Mooi. Het is wel, wel tof. Kom al die. Dat is eigenlijk een soort bos. Zo wat precies. Zit was schoon. Echt prachtig. Je ziet ook waar we daar komen. Dus het is wel prachtig. Hier heb je zo'n onbewoonde wijk. Ik weet zelf niet eens waar we zitten. Momenteel. Het is. Ik weet het echt niet. Het is wel heel mooi. Er zijn verschillende wegetjes, denk ik. Nee, je ziet het wel. We doen eerst dit. Oh ja. We komen hier op uit, denk ik. Kijk, als je die bomen ziet daar zo. Echt heel speciaal. Echt bos. De natuur. Het is schitterend. Kijk.
Er liggen niet eens ook wat die kiezelsteentjes zo. Even lopen. Kom je zo terug of zo? Zo'n die kiezelsteen, gek. Kom je hierop terug. Nou, dan zie je naar beneden. Speciaal. Het is wel heel mooi natuur, dat wel. Het is wel leuk. Dat wel. Het ligt echt te leuk. Die wolken zijn ook zo heel mooi. Puur mooie natuur. Het is gezellig. Kijk, zie je daar echt water lopen. Hier loopt dus echt water tussen. Als je het goed kunt zien. Je hebt echt zo water tussen, daar kan je het zien. Water. En toevallig één eentje. Dat er aan het zwemmen is. Je ziet ook als echt wat van de natuur. Het is echt wel leuk, zo'n natuur. Mocht er meer van zijn. Dus hier heb je dat water, wat ik zei daarnet. Hier heb je dat water. Dat hier stroomt. Nu gaan we dan een berg op. Zo. Zo prachtig. We komen dus van Ginter. Nu lopen we hier. Of wij hier mogen lopen, want het poort is daar dicht, weet ik niet, maar ik doe het toch. Dus, mysterieus eigenlijk allemaal. Nu heb je dat nog, kijk hoe heb je daar een grote piek. Wow. Meer eentjes en zo.
hoe mooi de natuur kan zijn eigenlijk. De bloemetjes. Zo, wij gaan nu richting de uitgang waar we er net binnen gegaan zijn, waar we zo voorbij gewandeld zijn. Het is hier echt heel mooi. Het is ook wel prachtig. Ik ben hier ook alleen, dus hoef ik ook geen mondkapje op te zetten. Of hier in feite mochten lopen of niet, dat hou ik hier in het midden. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel mooi om te zien. En ik heb niks opengebroken of zo. Ik kon er perfect tussen. Mijn fiets staat daar nog steeds. Dus we gaan naar daar naartoe. Ik hoop dat jullie dit een leuke beelden vonden eigenlijk. Ik vond dat wel magisch om hier te lopen. Om eens wat meer natuur te zien. Waarom dat paaltje daar niet open is, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, weet ik ook niet, hou ik ook in het midden. Maar het is wel tof om hier constant toch eens te lopen eigenlijk. We hebben heel de tour gedaan eigenlijk, wat we konden zien. Dus ja, het is echt wel prachtig. Ook die bloemetjes en zo. Geeft ze echt wel. Het is echt wel heel mooi. Dus nu gaan we richting mijn broer. Dus ik hoor af en toe wel wat groep en getier van mensen, maar ik weet niet wat die hier echt rondlopen of niet. Dat weet ik niet. Dus, maar je ziet echt dat dingen, dat is echt heel mooi. Je vergeet zelf dat je even in een drukke stad bent. Ja, want waar ik woon is toch een heel drukke stad. Het is jullie. Wait. Maar het is echt. Echt prachtig. Het is zeer schoon. Kijk op zich wat je ziet. Dus, ook de bloemetjes en. Het is super mooi. Het is hier wel kurkdroog. Bloemetjes hier staan. Prachtig toch? En daar hebben ze allemaal nog. Eigenlijk. Heel schoon. Dit zijn de bloemetjes. Als ze cirkel stellen heb je kans. Dat zijn ze. Heel. Zo. Kunnen we helemaal naar boven klimmen. En dan gaan we richting de canyon. Die zal ook al vragen waar blijft hij. Maar toch, laten we dit even doen. We zijn de vorige keer ook gepasseerd. Dus ja, je ziet het ook. Je kunt daartussen. Het is niet dat we die poort hier hebben opengebroken of zo. Je kunt er gewoon tussen om te wandelen. Dus ja, we gaan hier gewoon terug tussen. Zo. Dus vond jullie dit een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.